Als zij mij bellen en ik proef maar een klein beetje sales. Ja. Sorry, ik heb geen tijd, geen interesse. En ik heb ook ja. gewoon geen zin om verder te praten. Nee. Je hoeft niet te cellen. Als jouw content goed is, verkoopt het zichzelf. En, en... Kwaliteit versus kwantiteit. Welke van de twee wegen nou zwaarden? In een PDF al leggen we je precies uit hoe wij 12 miljoen weergavers hebben weten te behalen. door kwantiteit boven kwaliteit te stellen. Laat een berichtje achter in de comments. Of stuur ons een privéberichtje en wij sturen jou de PDF al toe. Ik, heb, uh, ik had één vraag voor je. En daar was ik voor de podcast, was ik daarover. eigenlijk die aan je wilde gaan stellen. Mm -hmm. Is: uh, Wij hebben een klant. Ja. Die dus hebben twee doelgroepen zijn ze gefocust: ja. De jeugd, daar vertelde ik al, zijn we met TikTok mee bezig. Ja. Anderzijds zijn ze gefocust op het bedrijfsleven, ja. uh, waarmee zij bedrijfsuitjes willen binnenhalen. Ja. Ze zijn daar heel erg mee gefocust op Facebook. Ik zeg al een tijdje. Mm -mm. LinkedIn. Ja. Wat adviseer jij hun? Wat zou jij zo'n bedrijf, wat zou je hun adviseren? Wat is de content die zij zouden moeten creëren op, op, op LinkedIn? Uh, beleving. Als jij bedrijfsuitjes doet, dan gaat het om beleving. Uh, dus het gaat om emoties team, van, van team de mensen die op dat moment. Ja. Ja. Ik weet niet als zij bijvoorbeeld een locatie hebben waar ze bedrijfsuitjes doen of dat ze mensen meenemen op bedrijfsuitjes. Maar als jij naar hun content kijkt, moet je het gevoel krijgen van hé hey man, ik wil, ook. Ja, ja. Precies. Je, ik wil ook die beleving met mijn team. Ik wil ook dat mijn mensen uh, die in mijn team zitten... wil ik hun die dag ook gunnen. Ja. Dat, dat is je, eigenlijk. Ik, ik heb hier een heel goed voorbeeld voor. Uh, ik luister veel podcasts ook. En een van mijn favoriete podcasts is Scherpschutters. Ja, 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 en het ja, ja, ja. zijn twee... Afge, of, uh, ge, ja, ze zijn geretired van, de, van Defensie. Ja. En ze hebben nu een eigen onderneming. Ja. En een van die gasten die heeft uh, Hellshooter. Dat ja. is dat je uh, met, uh, als een arrestatieteam... moet je een missie voltooien. Maar echt gewoon met echt, of nou ja, niet met echt kogels natuurlijk, maar gewoon met uh, een uh, soort van paintball, uh, ja, ja, ja. luchtguns, ja. So, uh, airsoft. Mm -hmm. En daarin vertellen zij: geven heel die beleving van hoe het echt is in defensie. Ze nodigen ja. ook weer collega's, oud-collega's van en ja. uit. Maar daarin. ...doen ze heel slik, doen ze natuurlijk dat Hellshooter, hun bedrijf, verwerkt ze daarin. Ja, ja, ja. En dan wil je nou ook met je bedrijf, met je collega's, ja. met, met je vrienden, nee. wil je net nou ook beleven. Je, dan, ook precies, ja. je band wil versterken. Precies, je band wil versterken, er ja. eerst op uit willen gaan ja. en gewoon een team dichter bij elkaar brengen. Kom dan, of uh, boek dan uh, bij yes. Hellshooter.nl of zo, weet je wel. Nou, ja. dan, dan klopt het. En zou ik zou Ik zou dan, weet je wel, die, die boeken boek dan bij... Laat het gewoon weg. Ja, en laat het gewoon weg. Jij, laat het de, gewoon weg. Weet je, je hoeft niet te cellen. Je hoeft niet te cellen. Als sellen. jouw content goed is, verkoopt het zichzelf. Precies. En, en dat is, laat me zeggen, waar wij het over hebben. Als je kijkt naar al mijn content, nergens zit sales in. Ja. En ik kom echt van keiharde sales. Ik kom echt van koude acquisitie. De Wolf of Wall Street heb ik gewoon letterlijk gedaan. Weet je, voor ABN AMRO. is gewoon prospects bellen, miljonairs, en zorgen dat hun vermogen bij ABN AMRO terechtkwamen. Ja. Uh, dus ik heb koude acquisitie. Elke dag met ik 60 telefoontjes. Ja. Keiharde sales. Als ik nu kijk, ik doe geen sales, maar ik realiseer wel meer sales. Ja. Door het juist niet te doen. Juist niet nee, te doen. Niet, niet te pushen, maar te poelen. Ja, ja, gewoon echt precies pool marketing. Pool weet marketing. Wel. Het is gewoon van laat gewoon zien wie jij bent. En ik denk gewoon dat iedereen die een onderneming heeft, en 98% doet dat ook echt omdat zij de, hun klanten beter willen maken. Maar zodra je jezelf gaat verkopen, dan kom je toch over als een soort van snelle nee, jongen of mm, ja precies dat bedoel je ja. maar als jij gewoon als jij in een gesprek bent met iemand en vertrouwt gewoon vol met passie over jouw bedrijf dan wil die persoon bijna met jou werken weet je wel? Omdat dat is heel hij voelt jouw energie ja. hij denkt van nee die persoon doet het echt omdat hij vanuit zijn passie uh, weet je wat ik gun hem gewoon dat ik even iets ja. van hem afneem ja, ja. Wat weet je wel want vaak hebben mensen wel het geld ja maar weet je hun te triggeren dat ze het willen besteden aan jou ja het, het ja. is een kwestie van het is vaak een kwestie van vertrouwen ja. En het is een kwestie van, zie jij jezelf ex ex als expert? Ja. En juist heb ik het gevoel dat als je echt verkoopt... Ja. Dan laat je eigenlijk zien dat je beide niet heel erg bent. Want als je een Klopt. expert bent, waarom heb je dan nog niet genoeg klanten? Waarom doe je koude acquisitie? <laughs> ja, precies, je. Als jij mij echt wat probeert te verkopen, hmm, is het ja, Je bent ja. niet ja. heel betrouwbaar. Ja, ja. Dat zijn, in mijn ogen zijn dat de twee, 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 ja. twee ja. belangrijkste ja. punten wanneer je verkoopt: ja. betrouwbaarheid ja. Ja. en ja. het gevoel geven dat je ook echt wat kan betekenen ja. voor diegene. Ja. Ja. En op het moment dat je echt gewoon, als ik nu tegenover jou ga zitten ga ik ga zeggen: van ja, luister, we kunnen je dit bieden en we kunnen je dit bieden. en Weet je waarom je dit zou moeten doen? Maar waarom denk je toch: oké, wat is er met deze gozer? En wij zijn beter dan die en die, want wij hebben dit, dan denk ik al van, ja, right? Ja, snap je? Dus dat die Hele, expert, het hele betrouwbaarheidsgevoel is out of the window en het ja. hele expertgevoel ga je ook aan twijfelen, omdat ja. betrouwbare en expert gaan ook weer een beetje hand in hand snap ja. Wat ik ja. Dus ja, ik denk dat dat, in het, dat is ook, mag je ook best weten, dat is ook echt een van de redenen waarom wij zijn begonnen met de podcast, omdat ja. wij zijn niet goed in sales. Ja. Wij zijn goed in marketing en wij zijn goed in hetgene wat we doen, ja. of tenminste ja. dat vinden wij. En we, en we... Al, al moet ik wel even zeggen, ik, als ik jullie mag onderbreken hierin, is ja. van, uh, daarmee doe je zelf tekort. Want jullie snappen juist het nieuwe sales. Ja. En voor mij sales en marketing is nog nooit zo dicht bij elkaar geweest. Mm -hmm. ja. Snap je bedoel? ik bedoel? Kom op man, hoe oud zijn jullie? 23. 20, 24. 23 24, 24 Je ja. Ja. hebt een internationale deal getekend. Hoeveel 24-jarigen kunnen dat zeggen? Snap je bedoel? ik ja. bedoel? Meestal nog in de studieboeken. Ze mm -hmm. uh, zijn net begonnen met hun eerste baan. Je hebt dit zelf gecreëerd. Je hebt geen corporate achter jullie gehad die dit voor jullie gecreëerd hebt. Dus jullie content heeft gezorgd voor sales. Mm -hmm. Daar is waar het om draait tegenwoordig. Ja. Dus als je tegen mij zegt, ja, we zijn niet goed in sales. We zijn baas in sales. Alleen je moet er nu de code voor jullie zo vinden. Hoe gaan we daar heel bewust mee om? Ja, juist. Yes. Wat, wat is onze code? Wat is onze DNA? Waar wij succesvol zijn geworden? En hoe kunnen we dat nu soort van papier zetten? Ja. Ja. Al doe je het in je smartphone. Ja. Ja. Dat je dan maar zegt, weet van, hey, dit is onze formule. En hiermee kunnen wij de wereld veroveren. En dat is... Stap 1 voor ons is dit geweest: mm -hmm. de podcast. Juist. Is om onszelf kenbaar te maken en niet bang zijn om waarde te bieden. En niet op wat jij net ook ja, zei, ja. en dat vind ik ook, vond ik ook super tof. Wat je zei: ja. van joh alles wat je me vraagt, ga ik eerlijk antwoord ja. opgeven. Weet je, uiteindelijk is pool marketing en sowieso zit het in ons DNA. Wij vinden het leuk om hierover te praten, omdat onze ja. passie ligt hier. Ja. Ik vind het leuk om met, met vrienden te zitten en die daarnaast toekomen en zeggen van joh hoe zou jij dit aanpakken? En ja. dat wij dan met een verhaal komen: van, yo dit is precies hoe je het moet aanpakken. Ja. Ja. Ik hoef geen cent. Ja. Ja. Ik precies wil alleen dat. dat het lukt. Want ja. dan heb ja. ik voor mezelf het gevoel van yes, ja. again. Weet ja. we, hebben ja. hem weer, we hebben weer die code gekregen. Ja. Ja. Dat vind ik ook oprecht gewoon dope. En dat is ja. ook de reden geweest waarom ik van koude acties Ik krijg er gewoon rillingen van. Ja. Ik vind maar, het gewoon. Maar niemand zit Er meer op te wachten. Mensen zijn gewoon sales moe. Ja. Ja. Dus zodra je nu wordt gebeld door welke partij dan ook. Welke partij dan ook. Al vind je die partij zo tof? Weet je, als er ja. bijvoorbeeld een Koerbeloe cool en Jan Kappert, een young capital partij die ik echt tof vind. Ja. Als zij mij bellen en ik. Proef maar een klein beetje sales. Ja. Sorry, ik heb geen tijd, geen interesse. En ik heb ook ja. gewoon geen zin om verder te praten. Nee. Um, dus het is ook nu de tijd. Laat me zeggen, er wordt nog steeds smartphone genoemd, maar ja. het is geen phone meer. Het is alles. Het is alles. Ik bedoel, waarom noemen we het nog steeds een telefoon? Ja. Het is eigenlijk gewoon een zak laptop. Ja. Ja. Want hoeveel bel jij nog op je telefoon? Vrijnig. Als je kijkt hoe je de meest communiceert op je telefoon, is het via social media. Ja, niet meer bellen. Honderd, honderd procent, top, 100%. Top? Ja. Je belt niet meer. Dus waarom noem nog steeds een telefoon? En als je daar zo gaat kijken, de meeste bedrijven gebruiken nog steeds hun telefoon om te bellen. Om te bellen. Ja. Terwijl mensen eigenlijk gewoon belmoe zijn. Bel me niet. Mm -hmm. Stuur me een berichtje, dan kan ik zo bepalen wanneer ik op jou reageer. Ja. Want ik wil niet gestoord worden. Laat me zeggen, alle partijen die nu de wereld domineren, is de gebruiker bepaalt wanneer en hoe ze het gebruiken. Ja. Netflix, onder kinderen groeien op. Zij bepalen welke shows ze kijken. Mm. Niet de televisie bepaalt wat zij kijken. Daarom nee. kijken ze ook geen televisie meer. Nee, zij willen bepalen wat zij kijken. Ja. Yes. Um, dus ook, laat me zeggen, met sales. Nee, laat jouw klant bepalen wanneer zij op jou terugreageren. Als ik jou een berichtje stuur via LinkedIn. Ik ga gewoon relaxed verder met mijn werk. Als jij vijf minuten later reageert. Bij ons ging het heel snel volgens mij. Ja. Ik reageerde vrij snel, want dat had ook energie in jouw berichtje. Ja. Dus ik had zoiets van, oké, okay, geef je gelijk energie terug. Mm -hmm. um, als je, laat me zeggen, drie dagen later had gereageerd. Ook prima. Toch? Ja, ja, tuurlijk. En dat is, laten we de kracht vind ik, van social media sales. Is, laten we zeggen, de, de klant kan zelf bepalen wanneer zij ingaan op jouw aanbieding. Ja. Precies. Al is een berichtje die jij gestuurd hebt drie maanden geleden, alleen op dat moment speelde er niets ja. voor hun. Ja. Ja. En nu is in één keer: hé, hey, wacht even, nu speelt het wel. Oh ja, wacht even, die persoon heeft mijn bericht toen gestuurd. Hoe, hoe sta je dan tegenover een follow-up? sta je daar negatief over? Want ik kan ook begrijpen dat er bepaalde bedrijven en mensen denken van, oké, okay, ik stuur inderdaad jou nu een berichtje, misschien ben je nu niet geïnteresseerd, Ik krijg geen antwoord terug, dus ik laat nu even niks van me horen. Maar wat als jij dan in gedachten zit van, oké, okay, we zijn nu twee drie maanden verder, ik stuur ja. nog eens een berichtje puur om te kijken of je nu wel interesse hebt. En dan, ik, mijn insteek zou dan zijn niet doen op een sales manier, maar doen op een manier van waarde bieden. Van ja. bijvoorbeeld, wij hebben een Upload checklist of voor op ja. YouTube. 7 tips dus hoe je meer views kan halen bij, vanuit, vanuit YouTube. Is dat zoiets waar je dan, wat je zegt, van dat zou uh, ik wel doen? Of heb je zoiets van, nee, ik, laat het helemaal achterwege en diegene ja, komt vanzelf wel terug? Ja, weet je wel. Geef hun gewoon echt die ruimte. Respecteer ja. hun tijd uh, mm -hmm. en wie zij zijn. Um, kijk, ik ben ook niet, als iemand mij direct een uitnodiging stuurt en direct daarin een aanbieding doet, dan ben je bij mij eigenlijk al een soort van weg. Mm -hmm. uh, want dan denk ik van, oh, je komt hier. Alleen voor jezelf wil yes. contact opnemen. Yep. Uh, maar stel je voor dat die persoon nu um, berichten van mij leidt, comments rond de plaats, en ik voel dat dat echt is, hè? niet nep. Yep. Ik voel, hé, hey, dit is echt iemand die interesse heeft in wie ik ben. Uh, en vervolgens stuur die persoon daarna eventjes een één-op-één bericht. Ik voel me bijna verplicht om daar op terug te reageren. Yep. Mm -hmm. Want hé, hey, dat is één van iemand die mij support. Yep. Ik moet die persoon minimaal in ieder geval bericht teruggunnen. Yep. Alleen, we zijn nu zo gehaast. In het doen van sales. Eigenlijk doen we hetzelfde wat we met ons telefoon doen. Uh, waar heel veel bedrijven niet doen. Ze sturen jou direct een berichtje. Maar ze investeren niet in jou. Nee. Om jou aan hun te binnen te laten, zeggen. Waardoor ze dus automatisch jou eigenlijk missen. Uh, hoe mooi is het dat jij iemand beter leert kennen. door middel van hun content. Je volgt hun, je leert hun beter kennen. Je weet van: oké, okay, dit is die persoon. Dit is waarde die ik kan toevoegen vanuit mijn bedrijf voor die persoon. Nee. Dan komt het veel sterker over. Ja. Dan is het ook een gunfact van beide kanten, precies. laten we zeggen. Dan had jij, zonder dat je maar enige uh, ja, knowledge heeft over die persoon, direct een brief gestuurd van, dit kan ik jou aanbieden. Ja, Maar dit is helemaal voor mij niet interessant. Als je weet hoe vaak ik <laughs> door recruiters benaderd word, dat, dat ik zeg van, maar hallo, ik heb mijn eigen bedrijf. Zie je niet dat ik regelmatig dingen post? Ja. En dat gaat over mijn eigen bedrijf. Waarom benader je mij voor een... Dan blijkbaar heb je niet gekeken naar... Nee, je, je hebt je huiswerk niet gedaan. Dus ga ja. je gaat niet eens, je gaat niet eens de moeite doen om te reageren op jouw post? Ja. En da daarin zit het vooral. Laten we alsjeblieft ook voor zorgen dat het platform gewoon een respect respectvolle platform blijft. Weet je. Ja. Waarbij we niet gaan spammen, maar vanuit waarde verbindingen maken. Ja. Dat is voor ja. mij LinkedIn. Vanuit ja. waarde verbindingen maken. En wat je nu ziet is dat er mensen opkomen en ze willen geen waarde, ze willen gewoon verbindingen, ze willen sales. En ja. mm -hmm. social selling, nogmaals, is not selling. Goede content zit geen sales in. De, laat me zeggen, als je kijkt naar jullie, uh, de, waar jullie succes op hebben gehad op YouTube, zit daar sales in? Nee. No way toch? Maar dat nee. heeft jullie wel een deal opgeleverd. Ja. Mm -hmm. Dan heb je meerdere deals waarschijnlijk. Ja. Het heeft jullie, nou, uh, maar zoveel ervaringen opgeleverd. En dat is het ook, uh, ja, 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 ja. al die experiences 100%. is onbetaalbaar. 100% zeker. De afgelopen kijkt, uh, jaar, wat we hebben gedaan, dus we zijn <laughs> van Australië naar Los Angeles, naar. Lissabon gegaan. Snap je weet doel? je, we, we, dat, zou je dat, dat leer je niet op school, dat leer je niet in de corporate nee, business. Nee. Dat leer je gewoon door te doen wat je leuk vindt om te doen. Ja, en waarde te bieden daarmee. En, 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 en dat is het mooiste met content. Het, je weet niet waar je het brengt. Nee. Ik bedoel, als je, als je belt met sales, ja. het, is of, het is altijd zwart-wit. Ja. Dus ja. Of ze gaan met je aan de zee of niet, of, niet. En, of ze nodigen je uit of niet. Ja. Met content, je plaatst iets, je weet niet waar je het gaat brengen.